Ja, ik had je te pakken met de thumbnail. Ik hou mijn kleren aan in deze video, maar ik heb wel het grootste awkward moment van mijn leven wat ik aan jullie ga vertellen. Jongen, welkom bij weer een nieuwe vlogboek. Mijn naam is Barend, ook wel almost normal nog steeds, een beetje gek in de hoofd. En daarom ook deze video, want ik maak nogal wat awkward momenten mee. Maar er zijn een paar awkward momenten in mijn leven waarvan ik dacht van, ja, dat is wel echt heftig. Zo heb ik ook een jaar of twee geleden al verschillende video's gemaakt over een awkward moment. Maar geloof me, hetgene wat ik nu ga vertellen is echt awkward. Ja, je kent het wel. De bus zit vol. En in bussen heb je speciale zitplaatsen. De zitplaatsen bij de deuren aan de achterkant. De halve zitplaatsen die inklappen, weet je wel. Dat wist ik niet. Er waren wel plekken in de bus, maar ik dacht van, weet je wat, ik ga daar zitten, want het was nogal druk en er waren mensen met buggies, et cetera. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga daar wel zitten. Ik zit de hele rit gewoon lekker daar en op een gegeven moment kreeg ik wel wat last van mijn rug, want die stoelen zijn gewoon hartstikke kut. Maar vanaf sinds het begin dat ik erin zat, was er een fucking waterflesje dat de hele bus doorging, omdat iemand dat gewoon neergooit. Na een kwartier ongeveer was ik aangekomen bij 3 busstoppen voordat ik eruit moest. En dat flesje water rolt zo mooi voor mijn voeten. Dus ik denk, weet je wat, ik word er helemaal gek van. Ik pak hem op en ik gooi hem weg. Dus ik, met mijn goede gedrag, ik pak zo dat flesje water op. Ik gooi hem weg. Ik wil weer gaan zitten. En guess what? Het stoeltje was ingeklapt. Ja, en daar lig je dan op de grond. Fucking hard gevallen op je kont. Iedereen lachte en keek naar mij. Ik heb er nog steeds nachtmerries van. Maar even serieus, dit was zo awkward. Ik weet nog wel dat ik namelijk een meisje heel erg leuk vond op dat moment. En omdat ik op die stoelen zat, kon ik wat beter naar haar kijken. I'm a creep, I know. Ik dacht, weet je, dan hebben we misschien wat oogcontact. Of kan ik gaan praten met haar of whatever. En toen gebeurde dat. Ja. Mijn leven is soms echt kut. Holy shit, ik heb echt een zieke spin op mijn kamer, gek. Ik denk dat dat eigenlijk wel mijn meest awkward moment ooit is. Ik heb natuurlijk nog wel meer awkward momenten gehad. Een heleboel eigenlijk. Alleen deze, ja, deze staat wel zeg maar hier. Oké, dat was mijn awkward verhaal voor vandaag. Het idee van mij is om op de maandagen iets te gaan vertellen. Als een echte vlogboek. Het leek mij leuk om dan jullie met dit soort verhaaltjes. En ik heb genoeg andere awkward dingen als jullie dat willen weten. Maar ik heb natuurlijk ook genoeg andere verhalen te vertellen. En ja, dat leek mij heel leuk om te doen op de maandag. Zodat jullie een vette week kunnen beginnen. Ik een vette week kan beginnen. En dat we gewoon er weer sterk tegenaan gaan. Want dat is hoe we gaan op dit kanaal. Oké, maar vond je het nou zielig dat ik zo voor lul heb gestaan? Dan doe je natuurlijk dat duimpje omhoog. En wil je natuurlijk meer van dit soort gekke verhalen weten? Ja, dan moet je even abonneren. Nu ben ik ook benieuwd naar wat jij voor awkward shit hebt meegemaakt. Dus zet dat even in de reacties en dan ga ik lachen om jullie dingen. En misschien heb jij iets meegemaakt wat ik ook wel heb meegemaakt. En dan valt er natuurlijk nog maar 1 ding te zeggen. En ik heb het net ook gezegd, maar dan op een andere volgorde en niet als hoe ik het normaal zeg. Dus daarom zeg ik het nu nog een keer. En dat is natuurlijk like, abonneer, reageer. En ik zie jullie woensdag weer. Zo, en nu even mijn kleren uit, want nu ga ik die thumbnail maken.